Het ministerie van Volksgezondheid streeft naar een structureel en duurzaam niertransplantatieprogramma. Zo laat minister Amara Madin doorschemeren ter gelegenheid van de derde niertransplantatiemissie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Deze missie wordt samen met Surinaamse specialisten en zorgmedewerkers uitgevoerd in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Minister Ramadin legt de nadruk op garantie van de nierzorg. Daarnaast wordt middels het Hearts Initiative getracht het risico op hart- en vaatziekten en dus ook nierfalen te verminderen. Zeker een grote dag voor Suriname, maar met name voor de nierpatiënten die vandaag in deze missie dan de komende 2 weken een nier getransplanteerd krijgen. Het is de derde niertransplantatiemissie sinds het aantreden van deze regering. We hebben in de 2 eerste missies 12 personen getransplanteerd. Dus 12 koppels zijn geopereerd. En we hebben voor deze missie gepland 7. Dat is op basis van na screening uiteraard. Het is een heel traject welke hier vooraf gegaan wordt. Als je een nier getransplanteerd krijgt of welk orgaan dat ook getransplanteerd krijgt, dient er een goede screening plaats te vinden, een matching, er dient een heleboel testen plaats te vinden, batterij aan testen. En pas als daar alles oké lijkt, dan wordt er groen licht gegeven voor een transplantatie. En dat doet dus een team in Suriname, dat zijn de nefrologen en uiteraard met supervisie ook en communicatie met Nederland, het team uit Amsterdam, onder leiding van dokter Mirza Idu en professor Biemelman. Dat zijn de 2 personen die vanaf het begin al deze missies hebben gedraaid. En er is een compleet Surinaams team, welke is opgeleid en heel veel kennis en educatie heeft gehad in de afgelopen missies. En het is een enorm boost ook voor hun dat ze dit kunnen aanleren, dat ze de vaardigheden kunnen aanleren. Het is ook uiteraard goed voor hun kennis en voor hun verbeteren van hun kwaliteit in hun dagelijks functioneren. Hoe belangrijk is deze missie? Heel belangrijk, omdat elke persoon die nierfalen heeft, betekent dat de nieren niet meer functioneren, moet de nierfunctie in stand gehouden worden door het dialyseren. Dat zijn nierfunctievervangende behandelingen. En u weet het dialyseren, 3 keer per week, aantal uren aan de machine, kwaliteit van het leven met een shunt, de kwaliteit van het leven neemt af. Mensen kunnen niet presteren, niet functioneren normaal. Dus in heel veel ziekteverzuim, heel minder productiviteit. De kosten in de dialyse op dit moment zijn meer dan 300 miljoen SRD per jaar. Als je uitgaat van 700 patiënten die we dialyseren nu. Dat is niet eens 0,1% of net boven 0,1% van de samenleving. Dus u ziet 0,1% slokt 300 miljoen SRD per jaar. Dus je moet kijken hoe kunnen we het aantal personen welke dialyseert, welke nierfuncties verslechteren, welke nierpatiënten zijn. Hoe kunnen we dat tegengaan? En aan de andere kant, van de groep die wordt gedialyseerd, hoe kunnen wij hun brengen in een structureel transplantatieprogramma. En dat hebben wij dus opgezet. De regering, met name de president, is de trekker geweest aan het begin van de start van deze regering. We hebben intussen, na deze missie zullen we 19 patiënten hebben getransplanteerd. We hopen dat we nog dit jaar misschien nog 1 missie kunnen draaien en het volgend jaar weer. Maar uiteindelijk moet het structureel gaan worden. En die samenwerking met Amsterdam is heel goed te noemen. U ziet dat zelf in het team ook wat Surinamers aanwezig zijn. Met name de chirurg die opereert, is dokter Idu, is de Surinaamse transplantatiechirurg. Die werkt in Nederland al zijn hele carrière, maar doet nu iets terug voor Suriname. Het team verder bestaat uit een aantal verpleegkundigen die ook Surinaamse achtergronden hebben, ook Nederlandse. Maar bij mij gaat het om die wisselwerking en de beschikbaarheid van het team, omdat zij uiteraard komen uit een moderne maatschappij met heel veel druk op hun. En ik weet dat ook Amsterdam UMC hun medewerking verleent om deze mensen ter beschikking te stellen. Dus we hebben daarvoor ook een samenwerking met het Amsterdamse Universiteit. De regering is voorstander van het opbouwen van lokale voorzieningen, dus missies hier uitvoeren te landen. Veel beter, veel goedkoper en voor de patiënt uiteraard veel comfortabeler. De opmars van nierziekte moet je weten te stuiten. En het is heel simpel bekeken theoretisch. Als je weet wat de belangrijkste oorzaken voor nierziekten, dat is in overwegende mate te wijten aan hoge bloeddruk, maar met name ook suikerziekte. En uiteraard, met hoge bloeddruk en suikerziekte komen een aantal risicofactoren. Een inactief levenspatroon, dus weinig beweging. Zoutconsumptie, veel suikerconsumptie, vetten,
uiteraard het gebruik van schadelijke stoffen zoals roken, alcohol. Dit zijn allemaal de factoren, overgewicht, die ook bijdragen aan het tot stand komen van suikerziekte en hoge bloeddruk. Als we dus dat kunnen beïnvloeden vanuit die eerste lijn, dus vanuit de huisartsenzorg, als we dat kunnen beïnvloeden, dan zal je ook hebben dat de complicaties of dat de ziekte uitgesteld wordt, dan wel niet meer optreedt. Dus dat is de ingang, de invalshoek. We zijn dus daarom met het hartsinitiatief bezig. We hebben in de afgelopen 2 weken trainingen verzorgd. Het is een heel traject hoor. Het harts is bedoeld om zodanig beleid te gaan voeren in de eerste lijn, zodat we de bloeddrukken en de suikers onder controle kunnen krijgen. Mensen die, ook al heb je geen hoge bloeddruk, maar je weet niet wat je bloeddruk is, moet je gaan meten. Want we zeggen meten is weten. Toch? Gissen is missen. Dus aan de andere kant moeten we gaan kijken. We hebben trainingen verzorgd. Er wordt gewerkt naar maximale implementatie van het hartsinitiatief in de eerste lijn. We hebben Nikeri volledig getraind. Wordt ook volledig geïmplementeerd. We hebben afgelopen weekend in Paramaribo getraind en Wanica. Dus we gaan ook daar. Uiteindelijk moeten we in november dit jaar zover zijn om alle huisartsenklinieken het hartsinitiatief te laten implementeren. Mensen worden ook daardoor bewust. Aan de andere kant heb je andere maatregelen die je kan treffen, meer vanuit beleid, waarbij je mensen stimuleert om te gaan bewegen. Met het ministerie van Economische Zaken ook gaat kijken naar welke producten brengen we allemaal. We zijn bezig met het ministerie van Onderwijs om frisdranken te gaan monitoren op scholen, want dat is een probleem. Kinderen worden te veel aan suiker blootgesteld. Dus we komen nog met het besluit om dat te gaan reguleren. We gaan niet zeggen verbieden, maar we zeggen we gaan het reguleren op onderwijs, met onderwijs samen. En we moeten ons bewust zijn dat hoe eerder je suikerziekte ontwikkelt, hoe eerder de complicaties optreden. Hoe eerder je hoge bloeddruk hebt, hoe eerder ook de complicaties. En nier is één, maar ook het hart, de bloedvaten, de ogen, die zijn allemaal onderhevig aan die effecten van deze 2 ziektes in het lichaam. Dus educatie is superbelangrijk, ook binnen het onderwijs, zal binnen het gezondheids, laat zeggen natuuronderwijs, gezondheidsvoorlichting ook zijn weg moeten vinden. Ja, we moeten vanaf jongs af beginnen. En die effecten ga je niet nu merken, maar over 10, 15 jaar gaat u mezelf zeggen van met een succesvol programma van oké, we zien dat inderdaad het binnen bepaalde beheersbare proporties is. Er is een hele goede participatie. Artsen zijn erg enthousiast. De Vereniging van Medici is nauw betrokken. Het ministerie heeft een speciale hartsteam welke erop zit om ook zaken mensen een beetje te dirigeren, te delegeren, te monitoren. Autoriteit moet er zijn om zaken te willen. Als je het alleen overlaat aan de vrije wil van de zorgwerker, dan weet je niet wat de slagingskans is. Maar vanuit autoriteit, dus vanuit het ministerie, dus vanuit bevoegde autoriteit, kunnen wij ook zaken een beetje opeisen van de werkers van luister. Help me hiermee, want die kosten die stegen de pan uit. En dan krijg je inderdaad tekorten aan schaarste aan verbruiksartikelen, middelen, medicijnen. Maar als we niet werken aan die kraan moet ook een beetje sluiten. Anders krijg je een vervelende situatie dat je continu moet blijven dweilen. Dus je gaat die kraan een beetje moeten sluiten, waardoor je ook die ruimte hebt om de zaak beheersbaar te houden. Dus die kraan is eigenlijk niets anders dan die invloed van het aantal nieuwe diabetes en hypertensiepatiënten per dag in Suriname. En we moeten het niet onderschatten, want we hebben een multiculturele samenleving met ook genetische aanleg, met ook gevoeligheid voor bepaalde dingen. En die blootstelling is groot. Kijk maar naar sigaretten. 30% van de samenleving rookt. Toch? Dat is veel. 60% van de vrouwen is obese. Veel mannen hebben hoog cholesterolgehalte. Het is een moeilijk vraagstuk. Gevoelig ook soms. Ja, ik hou mijn dieet. Maar die chips laat je niet. Die cola laat je niet. Dat zijn allemaal zaken die we ook moeten gaan beseffen. Dat toch wel een belangrijke impact kan hebben op je leven. Feit is, ik wil het team bedanken. Het transplantatieteam. En ik wil ook uiteraard de patiënten die in deze missie geholpen worden feliciteren met de nieuwe nier. Maar daar komen ook nieuwe leefregels bij. Want die nieuwe nier, zoals de chirurg zegt, heeft ook een fabrieksgarantie, zoals hij het noemt. Maar je moet daar wel zuinig mee omgaan. Dus een nieuwe nier betekent een nieuwe kans om te bloeien. Maar met de juiste leefregels in acht nemen.